Ja, een hele goede middag allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Mijn naam is Karin Staalman van de Werf, samen met mijn man die ik nu aan de telefoon heb. Roderick Staalman van de Werf. Vloggen wij elke dag voor jullie. Ja, zoals je ziet heb ik mijn haar nog niet gedaan. Dat klopt, ik kom net uit mijn bed. Het is nu 2:30. Het is vandaag zondag 6 oktober, ja, 2019. En er wil ook nog hier iemand wat anders zeggen. Ei! Nee, toch maar niet? Nee, toch maar niet. Nee, maar wij wensen jullie heel veel kijkplezier gewenst. Met alles wat wij weer gaan doen vandaag. Oh, mensen, ik wil één ding zeggen. Het is gewoon vies bagger rot weer. Ja, Roos is nu eventjes een oude eettafel aan het uit elkaar aan het halen. En nee, ik heb nog niks gedaan qua mijn haar. Ik ga vanavond even lekker douchen, sowieso. En het regent. Het is echt een weer om lekker binnen te blijven. Zoals je ziet, daar liggen nog de twee Beauty en Lady lekker op de bank. En Lovely ligt achterin in de mand. Daar in de mand. En hierachter heb ik niemand liggen. Nee. En ik ben eventjes een extra vlog voor jullie aan het maken. Die jullie dus al lang en breed hebben gezien op waarschijnlijk de 14 oktober. Ja. En dat is dan precies 5 jaar terug van mijn maagverkleining. Ja, 5 jaar. Mensen, gaat hard. Ja, 14, 15, 16, 17, 18. Ja, 5 jaar heb ik hem dan al. Jeetje, Mina, wat gaat het snel. 5 jaar, mensen. Ja. Maar ja, dat ben ik dus nu even aan het in elkaar aan het zetten. De extra vlog. Van tafel en stoelen in elkaar zetten. Van de IKEA. Dus dat is een behoorlijke lange video. Slash vlog. Dus ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Ja, dus... Weet je nog niet hoe dat in elkaar moet? Gewoon ga kijken en misschien leer ik weer eens wat van jou. Want ja, ik kijk eigenlijk heel weinig op en op, denk ik, naar mijn idee, heel weinig op en op de beschrijving. Ik doe gewoon ongeveer wat ik denk, wat ik weet, hoe het in elkaar moet. Want het is gewoon een bouwpakket, dus gewoon makkelijk. Alleen ik kijk gewoon en naar de schroefjes waar het moet, that's it. Dus ja, komt wel goed. Nou, Rodi heeft even mijn hulp nodig, want hij vraagt de steeksleutel, dus ik ga even naar beneden. Even kijken. Nee, schat. Nee, moppie doppie. Even kijken waar ik de waterpomptang heb. Een waterpomptang. Mag ik er even bij, schat? Nee, die mag ik erbij. Even kijken. Of die kan ook, en anders deze. Zo slim, hè? Dus even kijken of dit gaat, wat ik wil. Die is te groot. Deze is sowieso te groot. En dan ga ik het met deze proberen. Ja. Oh, probeer maar een moppie op. Ben je aan het doen? Ja, mag ik er even bij, want jij weet niet altijd waar ik het heb. Scheelt weer. Ja, vraag ik het ook. Ja, maar schat, ik weet ook niet altijd waar ik het heb. Scheelt ook weer. Omdat alles hier moet nog allemaal opgeruimd worden. Dat is mooi. Ja, nou dat is mooi, maar net als deze flessen. En ook een keertje opgeruimd worden. Ja, natuurlijk. Ja, dan staan ze klaar. Ja, nou, vleur het lekker in de auto. Dan heb ik hier geen last meer van. Dan heb ik hier namelijk er geen last meer van. En pleur het niet daar weer neer. Neem het dan mee. Yes, stop. En naar boven. Nee, ook niet mee naar boven. Gewoon in de auto. Ja, dat zeg ik. Niet. Mama, je hebt toch echt soms geen... Over alles maar weer naar boven knallen en dat is niet wat ik wil. Nou, nee, als je het in de auto doet en dan vergeet je het ook niet. Punt NL. Je doet het allemaal in de auto. Nee, dat is niet waar, schat. Dat is niet waar, schat.
Wil jij even dit ding even eruit halen, schat? Dan kan ik wat beter bij. Mooi. Dat is fijn. En je weet ook wat ik heb gezegd over het iedere keer. Geen probleem. Ik vind het geen probleem. Dat is mooi. Kijk. Nee. Nou, jij en jij gaat iedere keer overal geen probleem op zeggen. Daar heb ik een probleem mee, ja. Ik heb hier nu 2. Eens even kijken. 3. Ja, Ron, dat is dus het eruit halen en kijken waar je het hebt. Ja, je hebt een steeksleutel gezegd. Nee, geen steeksleutel. Dat heb ik niet gezegd. Dat heb ik niet, en niet in mijn woordenboek gehad. Wat? Dat heb ik niet in mijn woordenboek gehad. Heb jij ook een zakje waar dit in kan? Lopen. Nou, dan haal je die. Ja. Praten met mij. Mijn praten. Kijk eens. Of misschien een heel klein stukje. Zo zien toch wat ik aan het doen. De tafel is dus uit elkaar, wat jullie wel hebben kunnen zien. Ja. Kijk, en ik heb altijd bij me eventjes een lampje, dan kan ik even meer zien. Ook handig. Waar had ik pijnlijkjes? Ik weet dat ik dat heb hier ergens. Ergens, somebody where heb ik dat. Dat is het probleem. Alles is, ik moet hier echt gaan opruimen, mensen. Echt waar. Het ziet er echt gewoon niet uit, gewoon. Wat zeg ik? Ik moet hier echt gaan opruimen. Ik weet totaal niet meer waar ik mijn tarieppjes heb. Nee, precies. Even kijken. Ja. Ik ga even koekeloeren. Dan zit hij zo meteen in de muur vast. Houd het toch. Kom. Gaatje zo kwijt. Gaatje zo kwijt. Jij, daar naartoe.
Dan maak ik ook nog toe een cel. Handig, hè? Nika, en wat meer licht. Even lopen. Even lopen, 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 lopen. Juist. Anders pakt hij hem nou maar niet. Kijk, dat is het leukste als je gewoon een grote hand opmaakt voor ze. Kom nu nog even de twee aan vast. We hebben een hele mooie hand zat, toch? Mm-hmm. Nee, ik ga dat verkeerde kant, handig als je het nou niet ziet. Zo. Zo. Kijk, dan kunnen ze het namelijk zo pakken. Klinkt goed. Dan heb ik hier nog dit. Zo. Zo. Zo, en rustig idee. Zo. Top. Hartstikke mooi. Ik heb het geschreven. Ja, en jullie liggen er heel lief bij. Weet jullie dat? Lady. Lovely beauty. Ik wil helemaal iedereen erop hebben. Wie piept er nou zo? Jij weer zeker? Ja, ik weet. Je moet er ook zo uit. Dat weet ik. Ja, ik weet het. Ja, want je gaat piepen. Dan weet ik in dat je eruit moet. Ja. Maar eerst wil mama eventjes een bakje thee... En dan rond 5 uur, dan komen mensen om die eettafel op te halen. En daarna gaan jullie naar buiten. Ja. En mama wil ook nog zo even een kus van de baas. Zometeen. Hi Moppie Doppie. Hi. Waarom? Gewoon zo normaal. Hé, kijk. Waarom moet je helemaal je hoofd draaien? Omdat hun het niet mogen zien? Omdat mij dat niet. Maar dan. Niet. Dan ga je weer, hè? Gewoon echt alleen dat doen. Dan ga je weer. Nee. Gewoon. Nee, dat. Nee. Doe eens dit. Nee, niet. Ja, dat doe je zelf. Ik niet. Kijk eens naar mijn lippen. Ja, probeer maar te leren, is leuk. Ik ga Ro en Robert dingen leren, deze is leuk. Schappen. En daar zit ik dan. Ja, en daar zit ik dan. Samen met jullie en met Ro, want Ro die zit daar. Ja.
Dus ja, te wachten op iemand en die dus en mijn oude eettafel en stoelen op zou halen om 5 uur. Het is nu inmiddels 4:15. En er kan nog iemand komen vanuit de andere kant van Den Haag. Dus ik denk dat ik dat maar ga doen, want ik ga niet wachten tot weet ik veel, tot Sint Jutmus. Haar zoon die zou hier om 5 uur wezen, maar het is 1 rustig op de weg, want dat heb ik al bekeken. En 3, ik moet er overaf klaar, want ik had de schuur gereserveerd tot en met vanavond. Dus vanavond moet dat gewoon weg zijn, klaar. En ik ga het niet en naar de kringloop brengen, want dan heb ik er nog niks aan. Dus ja, scheelt weer. Ja, en daar zit ik nog steeds. Ja, lekker aan het onderhandelen. Samen ook met Ro, met een mevrouw. Die wil eigenlijk komen voor alleen de tafel. En dan wil ze gelijk 15 euro ervoor geven. Maar ik wil het gewoon het liefst als set weg hebben voor een mooi bedrag. En niet al te duur, 25 euro. Nou ja, weet je, dat moet kunnen. Maar ze heeft ook vervoer geregeld en die betaalt ze ook 20 euro. Ja, dat is niet mijn zaak. Dat is die van haar. Ja, en ze wil dan vanuit Dierenzelaar komen. Nou, nog even, en ik heb zeg zoiets van, weet je, ik pleur het in mijn auto en ik breng het nog maar haar gratis en nog wel. En dan ben ik er ook vanaf. 25 euro. Ja, normaal 50 toch? Zoiets. Ja. Normaal, hè? Ik heb het namelijk op Marktplaats bekeken, hoeveel ik dus voor de tafel en stoelen kan krijgen, gewoon als set. En dat is dan ook gewoon 50 euro, dus dan ben ik met 25 euro nog heel goedkoop. Dus ja, dus nog even kijken wat ze wil. En anders dan pleur ik het gewoon in mijn eigen auto en ik breng het wel naar haar toe, ook goed. Dan ben ik er ook nog even uit geweest, met mijn vent. Mm-hmm. Ook goed, ja. Dus morgen nog weer even lekker naar school met de auto. Even kijken hoe het weer is. Dus, en dan vrijdag moet hij weer naar school. Andere school. Ja, nou ja. Essenstein, en dat is ook jou en jouw kindje. Ja, oké. Maar dat is de school voor werk, zeg maar. Ja, maar de andere school, dat ligt weer in Hoogvliet. Ja. Zo, en wie komt hier nou aanlopen? Mijn mooie roedel. Oh, dat vindt iemand mij zo leuk. Je lof, doe eens rustig. Lady. Lady. Ja, kom eens hier, dames. Ja, druktemakers, ja. Kom, naar boven. Kijk eens. Nee, wacht, lof, kijk. Ja, jij bent lekker. Je bent er een. Hier. Kijk eens. Lady. Nee, geen zin in. We zitten dus nu in de auto. Ja, om eventjes mijn oude tafel en mijn 4 stoelen even weg te brengen. Ja. En voor 5 euro meer. Kijk, scheelt weer. Wat? Ja, als je niet op komt dagen. Ja. Als je dus niet op komt dagen, ja. Nou, dan krijgt toch iemand anders het. Prima. Ja hoor. GPS-signaal verloren. In de Hubertus-tunnel, toch? In, hè? Ja, ja, in. In de Hubertus-tunnel. Door. Door de tunnel. Ja. Zo, dit is dus de binnenstad. Alleen ik vind die balkons zo raar. Bij deze flat. Die flat vind ik zo raar. Laat het wel zo meteen thuis zien, want ik heb een foto van gemaakt. Rechtdoor. Het is hier allemaal veranderd, Jack. Maar een hele kruising, man. Zo. En nu is het weer hetzelfde als gisteren, maar dan net even wat anders. Want er ligt een wasje bij en geest niet zo. En Rodi heeft ook lekkers. Met heel veel andere lekkere spekjes erbij. En ik heb even iets meer spruitjes erbij. Lekker! Eet smakelijk! Nou, we zijn even gewoon even aan het kijken op internet. Moet kunnen, een beetje in je dromen bekijken. Voor leuke auto's, zoals een Seat of een Kia, waarom niet? Gewoon even kijken wat daar de prijzen van zijn. Wie weet? Hé, schat? Ja.
Nou, is goed. 60.000 is een beetje veel, denk ik. Ja. Mooi. Precies. Dus nee, dat zijn we even lekker gewoon even aan het doen. En dan gaat Roos even de hondjes doen. Dat. Maar oké, dat komt ook wel weer goed. Ja. Ja, lieve mensen. Ik ga jullie gewoon alvast bedanken voor het kijken naar deze vlog. Want Roos is met de hondjes uit. En ik ga mijn kabel pakken. Vond je deze vlog wel leuk? Ik zou zeggen, doe vooral gerust een duimpje omhoog. Laat een leuke reactie achter. Laat een belletje. Doe het belletje aan. En abonneren. En dan blijf je sowieso op de hoogte van elke video die ik plaats. Tot morgen. Doei!